Goed, welkom allemaal bij dit tweede college van week 1 stromingsleer. We gaan weer verder met het ontwerpen van een pompinstallatie op zijn Rotterdams. En we zijn aangekomen, zoals ik heb gezegd, bij les 1, dus in week 1 en dan les 2. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? We beginnen met hoofdstuk 3 van het boek, drukmeting. Vervolgens gaan we het hebben over de wet van behoud van energie. De belangrijkste vergelijking waarmee je gaat werken in deze module. Dus het is zeer belangrijk dat jullie deze vergelijking doorgronden en het nut er ook van zien. Daarnaast gaan we het hebben naar een afgeleide of een versimpeling van deze theorie. En dat is de theorema van Torricelli. En vervolgens gaan we natuurlijk weer een voorbeeldje behandelen met elkaar. Goed, ik wil nog even terugblikken naar vorige les. Daar hebben we het gehad over de massabalans en het Reynolds-getal. En er was even wat discussie ontstaan betreffende de invulling van het Reynolds-getal. En daar heb ik eens even goed over nagedacht. En ik begrijp nu waarom mijn gedachte-experiment niet overeenkwam met de observatie die ik in de les besprak. En dat gaan we even uitzoeken. Maar eerst hebben we de massabalans. Welke hebben we ook alweer geïntroduceerd? We hebben de massabalans geïntroduceerd en dat is als het volume van het systeem niet verandert, heel belangrijk, dan is de massa-instroom gelijk aan de massa-uitstroom. Dit noemen we de wet van behoud van massa. Nou, en wat is dan de eenheid natuurlijk van die massabalans? Dat is bijvoorbeeld, want er zijn ook andere mogelijkheden, kilogram per seconde. Maar wat ook mogelijk is, als jullie later meer in de chemie gaan werken, dan zal zo'n massabalans worden weergegeven in molen per seconde. Dat is een tweede mogelijkheid. Gaan we bij dit college niet naar kijken, maar de mol is ook een eenheid waar je mee kan werken, maar dat doen we voornamelijk chemici. Nou, oké. Vervolgens hebben we gezegd van ja, de massabalans is eigenlijk een volumebalans, vermenigvuldigd met de dichtheid. En die heb ik dan ook eronder geplaatst, want wat zien we? We hebben in een volumebalans hebben we natuurlijk de eenheid kuub per seconde maal kilogram per kuub. En dan komen we uit op de volumebalans. Goed, we werken als werktuigbouwers heel veel met systemen waarbij de dichtheid van de vloeistof die erin stroomt gelijk is aan de dichtheid van de vloeistof die eruit stroomt. Bijvoorbeeld water in een leiding. Aan de ene kant stroomt er water in, aan de andere kant stroomt er water uit. Dus, aangezien de dichtheid constant is, kan je die ook wegdelen. En dan houden we de volumebalans over. En die heeft natuurlijk de eenheid kuub per seconde. Nou, en we hebben het nog meer over gehad. Waarom? Wanneer kan je dan niet die rho veranderen of wegdelen? Dat is als de dichtheid van de vloeistof in niet gelijk is aan de dichtheid aan de vloeistof uit. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met als je aan het rekenen bent met chemische reacties. De dichtheid verandert dan niet, maar de stoffen waarmee je aan het rekenen bent veranderen wel. Je krijgt een andere chemische samenstelling. Ze blijven natuurlijk evenveel wegen, maar daardoor wordt de berekening wat complexer. Dat doen wij niet binnen deze module, dus daardoor kan je vrijwel altijd, als niet altijd, de massabalans reduceren tot een volumebalans. Oké, dan hebben we het gehad over het Reynolds-getal. En het Reynolds-getal dat was een dimensieloze grootheid. En die zei, de dichtheid vermenigvuldigd met de snelheid, vermenigvuldigd met de diameter van de leiding, gedeeld door de viscositeit, is het Reynolds-getal. Als je die eenheden met elkaar vermenigvuldigt, van al die rho, u en d en mu, dan kom je uit op geen eenheid. Dat is erg belangrijk en dat kan je ook gebruiken om te controleren of je wat je hebt ingevuld voor het Reynolds-getal ook daadwerkelijk correct is. Goed, en wat zeiden we nu voor het Reynolds-getal? Als het Reynolds-getal kleiner is dan 2000... dan hebben we te maken met een laminaire stroming. Dus dan stroomt die stroming als het ware in laagjes, lamina, door de buis. En als wij een Reynolds-getal groter hebben dan 4000, dan hebben wij per definitie te maken met een turbulente stroming.
En dan is er dus interactie tussen de verschillende laagjes in de vloeistof. Tussen de 2000 en 4000 hebben we te maken met een overgangsgebied. En dan is het lastig te bepalen wat voor type stroom er is. Het is niet onmogelijk, alleen dan moeten we wat dieper in de wiskunde en simulatietechnieken om daarachter te komen. Goed, nou heb ik vorige keer besproken dat als jij voor een bepaalde omgeving een grotere dichtheid in de vloeistof hebt, dan zal de kans groter zijn dat je een turbulente stroming hebt, want een grotere dichtheid betekent een groter Reynolds-getal. Nou, daarnaast, een hogere snelheid betekent ook een hoger Reynolds-getal. En vorige les sprak ik tegen mijn verbeelding in dat een grotere diameter een lager Reynolds-getal was. Dat is natuurlijk niet het geval. En waarom niet? Nou, dat zien we hier in de vergelijking. Je kan altijd alles afleiden uit de vergelijking. Dus een grotere diameter is een groter Reynolds-getal. Maar laten we eens even gaan kijken naar die karakteristieke waarden of typische waarden die je kan gaan invullen in dat Reynolds-getal. Waardes die je veel tegen gaat komen. We pakken bijvoorbeeld een buis waar water doorheen stroomt. Want dat is eigenlijk het meest voorkomende wat je natuurlijk kan berekenen. Nou, oké. Water heeft een dichtheid van 1000 kilogram per kuub. Nou, dan kan je nog vloeistof gaan veranderen. Uit mijn hoofd is het zwaarste wat je, denk ik, zal tegenkomen kwik. Ik geloof dat dat een dichtheid heeft van ongeveer 8000 kilogram per kuub. En je kan ook nog wat omlaag gaan en dan krijg je wat lagere dichtheidwaarden. Dat is ook allemaal mogelijk. Bijvoorbeeld een olie. Hè? Olie heeft een lagere dichtheid als water, daarom drijft het op water. Maar het is wel altijd in de grootheid ongeveer van duizenden, als je met vloeistoffen bezig bent. Ja? Goed, onthoud dat. We gaan eens even kijken naar de snelheid. Een snelheid van een vloeistof van 1 meter per seconde, dat is best wel fors. Als je natuurlijk in een pijpleiding inbeeldt. Dus je ziet dat de grootheid van deze eenheid een veel kleinere invloed zou hebben op dat Reynolds-getal dan die dichtheid. Dit is 1 en dit is 1000. Ja? Nou, en dat geldt precies ook voor die diameter. Je hebt hele kleine diameters, die natuurlijk vaak worden gebruikt, bijvoorbeeld in je cv-installatie thuis. Dan heb je misschien een diameter van 2 centimeter. Dat is een heel klein getal, kleiner dan 1, dus maak je Reynolds-getal lager. Daar is denk ik ook waar die gedachtefout vandaan kwam. Nou, en als je naar grote diameters gaat kijken, ja, wat is de grootste diameter die je zou tegenkomen? De rivier, de Rijn of zo? Dat, ja, dat is een hele grote diameter. Maar dan hebben we het nog steeds ook maar over 20 meter. Zie je? Dus dit getal heeft ook een hele kleine invloed op dat Reynolds-getal. Het is een kleine grootheid. Nou, en tot slot hebben we nog de viscositeit van de vloeistof. De stroperigheid. En wat zien we van die stroperigheid? Ik heb me even opgezocht voor water op kamertemperatuur. En water op kamertemperatuur heeft een viscositeit van 1 maal 10 tot de min derde newtonseconde per vierkante meter. 10 tot de min derde. Dus als wij een grotere viscositeit krijgen, krijgen we een lager Reynolds-getal. Ja? Want we delen het door. Maar als we nu eens gaan kijken, als we dit gaan invullen, 10 tot de min derde, delen we door, dan komen we hier weer op een groot getal uit. Dus je ziet ook dat de viscositeit een hele grote invloed heeft op het Reynolds-getal. Dus, neem eruit aan, Reynolds-getal wordt voornamelijk beïnvloed door de dichtheid en de viscositeit en met mindere mate de snelheid en de diameter. Probeer daar goed over na te denken. Goed, we gaan door met de les. Want waar beginnen we mee vandaag? We beginnen met de drukmeting. Je hebt namelijk twee soorten druk waar je over kan spreken. En dat is absolute druk en relatieve druk. Nou, en drukken zoals we ze meestal meten, hier zijn ten opzichte van de buitenluchtdruk. En wat is dan die absolute druk? Dat is de druk ten opzichte van het vacuüm. Ja, dus ten opzichte van de druk in de ruimte, want daar is een vacuüm. Nou, en die vinden we dan de relatieve druk, dus dat is de druk die uit je drukmeter naar voren komt, plus de atmosferische druk die je dus ook kan meten. Goed,
Hier zijn een aantal gevallen daarvan. Relatieve druk en absolute druk. Ah, andersom. En wat is dus nu belangrijk? In je berekeningen ga er altijd van uit vanaf welk punt je die druk aan het meten bent. Als jij de druk aan het aflezen bent van een bepaalde leiding, dan zal die drukmeter altijd, tenzij anders aangegeven natuurlijk, de relatieve druk aangeven. Dus de druk ten opzichte van de buitenluchtdruk. En die buitenluchtdruk die varieert natuurlijk ook. Want als je naar het nieuws kijkt, dan hebben ze wel eens over hoge drukgebieden, lage drukgebieden. En dat betekent dus dat die relatieve druk van 1 bar, dat die varieert ook een klein beetje. En die druk die hij afleest, vanaf je barometer bijvoorbeeld, die is dan ten opzichte van de druk van de omgeving. Goed, hoe dat precies zit zal ik straks even uitleggen, maar wees in ieder geval bewust ervan dat je bij dit vak heel erg vaak moet nadenken van oké, ten opzichte van welk punt ben ik dan aan het meten en meet ik vanaf dat punt een positieve waarde of meet ik een negatieve waarde, want dat geven je meetinstrumenten namelijk niet altijd weer. Nou, wat is een mooi voorbeeld daarvan? Dat is bijvoorbeeld de hydrostatische druk. We nemen even een voorbeeldje. We hebben hier het wateroppervlak en we willen de druk weten op verschillende locaties in het water. Ja? Nou, oké. Dan gaan we dus kijken wat die druk is. Bijvoorbeeld, we willen de druk op de oceaanvloer weten. Nou, oké. Dan pakken we de oceaanvloer als ons eerste meetpunt en we meten het ten opzichte van de oppervlakte en dat pakken we als ons tweede meetpunt. Nou, oké. Dan weten we dat de druk die wij beneden bij de oceaan meten, is het verschil tussen de drukmeting die wij op zeeniveau aflezen en de drukmeting die we met onze duikboot dus op de bodem van de zee aflezen. Vervolgens zullen we dat in onze vergelijking. Delta P, het drukverschil, is absoluut. Dus dat is altijd positief, het verschil tussen die twee punten. Hier, op het tweede punt, meten wij een druk van 0, dus dat is de atmosferische druk. En hier meten wij een hoge druk. En we gaan dit invullen en er komt een bepaalde delta P uit, dus een bepaald drukverschil. Nou, en dan moeten we nu eens gaan nadenken van oké, die druk hier op die zeebodem, is die nou hoger of is die nou lager als op het zeeniveau? Hoger, hè? Want we zien dat duikboten, ik weet niet of jullie wel eens filmpjes hebben gezien van die gigantische duikboten die op meerdere kilometers diep kunnen komen. Die zijn zo gebouwd dat ze een gigantische druk kunnen weerstaan. Want al dat gewicht van dat water, die rust natuurlijk op die duikboot. Dus de druk zal toenemen. Dus als je zo'n berekening gaat invullen, let dus op, noteer het positief of negatief. Maar als jij vervolgens van de druk aan de oppervlakte ten opzichte van de druk op de zeebodem wil weten, dan vul je ook weer deze formule in, krijg je weer een positief getal uit. Want we hebben te maken met de absoluutstrepen. En dan komt die natuurlijk uit, die druk die is veel lager ten opzichte van de zeebodem. Dus, en het klinkt nu heel erg logisch, maar let maar op, het gaat heel veel fout. Drukmeting is altijd relatief ten opzichte van een bepaald punt en je moet zelf nadenken of je dat positief of negatief gaat weergeven. Nou, oké. Hoe vinden we die druk dan precies? Die vinden wij door het hoogteverschil. De P, het drukverschil, vinden wij door de dichtheid van het medium waardoor we bewegen, in dit geval zeewater, te vermenigvuldigen met onze gravitatieconstante. Dus op Mars zou je dus een ander drukverschil hebben als je naar de oceaan in gaat. Of eigenlijk, Mars heeft natuurlijk geen vloeibaar water. We gaan naar Europa. De maan van, weet ik niet meer welke planeet, Saturnus geloof ik. Nee, dat klopt ook niet, maakt niet uit. Vermenigvuldigd met het hoogteverschil dat je wil overbruggen. Dus druk vind je, P vind je door rho mal g mal h. Goed, en wat is nu het grappige? Als jij recht in een vloeistofkolom vanaf het zeeoppervlak
naar beneden beweegt. Dan kan je je voorstellen dat telkens die druk op je schouders groter gaat worden. Want je hebt steeds meer water dat er op je schouders rust. Maar als jij dus door een dunne vloeistofkolom gaat bewegen en je gaat vervolgens opzij, dat je dus eigenlijk niet meer die druk op je schouders voelt van het water, want die druk wordt tegengehouden door bijvoorbeeld een dikke laag steen die boven je zit. Dan zal je toch nog steeds dezelfde druk ervaren als je hier zit, als dat je hier zit. Het zou natuurlijk heel erg raar zijn dat als je een grot in zou zwemmen onder water, dat je ineens een lagere druk krijgt. Want wat krijg je dan? Dan ben je in één keer dood. Je hebt allemaal luchtbelletjes in je bloed. Die luchtbelletjes worden samengedrukt als gevolg van de druk. En als jij vervolgens ineens naar een gebied van een veel lagere druk gaat, of een gebied van een veel hogere druk, dan imploderen die belletjes of ze exploderen. En dat wil je niet dat dat gebeurt in je hersenen. Dus we mogen heel erg blij zijn dat die druk over hoogtelijnen altijd constant is. Waar je ook maar bent, altijd is het constant over de hoogte. En dat heeft te maken met de hydrostatische druk. Daar gaan we het later ook eventjes over hebben in dit college. Nou, oké. Drukmeting. Hoe doen we dat dan? Vroeger werd dat heel erg vaak gedaan met een U-buis manometer. Dat was een meter. Dat was een reservoirtje met een bepaalde vloeistof. Dat was heel vaak gewoon water. En die vloeistof, die was tot een bepaalde hoogte daarin gevuld. Vervolgens zat er in die manometer een hoop kwik. Kwik werd erin gegoten. En vervolgens heb je een deel lucht. Goed, wat gebeurt er? De buitenlucht, die heeft allemaal verschillende druk, afhankelijk van het weer. Zie je, hoge drukgebieden, lage drukgebieden. Dus er is meer druk. Dus, het weer buiten, dat drukt hier ook, als het ware, met een kolom lucht, luchtdruk, op dit reservoir van kwik. En dat kwikreservoir, dat zal dus variëren. Want dit onderdeel hier kan groter worden en kleiner worden, kan een groter reservoir worden en een kleiner reservoir. En zo kan je dus aan de hoogte van de kwik kan je aflezen wat de luchtdruk is. Nou, waarom wordt dit niet meer gebruikt? We willen zoveel mogelijk van kwik af. Want als je kwik in je systeem krijgt, dan ga je ook hartstikke dood. En hoe meet je dan die druk? Nou, je begint met de druk hier in punt A. Die druk is altijd constant. En vervolgens ga je eens kijken van oké, we hebben hier punt A, dat nemen we als nulpunt. En we gaan van A naar punt B, het drukverschil meten. Nou, we weten, we gaan omlaag, dus de druk wordt hoger. We kunnen ook het hoogteverschil meten tussen die twee punten. En we weten welk medium we hebben. Dus we vinden natuurlijk de druk zo, delta P A naar B is gelijk aan rho van water, rho W ga ik het noemen, maal G, de gravitatieconstante, maal het hoogteverschil. En die is hier, even kijken, H. En die is 0,15 plus 0,25. Dus dat is 0,4 meter. Nou, en op die manier kan je dus de druk meten in dit punt. Goed, vervolgens kan jij de druk gaan berekenen in dit punt. Maar vervolgens gaan we daarna weer omhoog. En wat weten we natuurlijk, door de hydrostatische druk, dat de druk in dit punt even groot is als de druk in dit punt. Dus vervolgens ga jij de druk meten vanaf dit punt tot de bovenkant van de kwikkolom. En dan gaan we nu naar boven. Dus je weet dat de druk lager gaat worden. Dus van, even kijken, van B naar C moet in ieder geval een negatief getal zijn. Het wordt minder de druk. En dan gaan we nu invullen. Even kijken. Delta P B naar C is gelijk aan de dichtheid van kwik maal de gravitatieconstante maal die hoogte. En die hoogte is in dit geval 0,25 meter. En dan komen we aan op dit punt. En dan weten we wat de luchtdruk is. Want wat is nu het verschil tussen de luchtdruk en dit en dit? Die vinden wij natuurlijk door delta P van C naar D is rho van lucht maal G maal H.
Die hoogte, die was 0,15 meter. En de dichtheid van lucht, die was 1,025 kilogram per kuub. En wat zagen we met de dichtheid van kwik? Hier de echte waarde. De dichtheid van kwik is 13.500 kilogram per kuub. Dus je ziet dat het verschil van dichtheid tussen lucht en kwik zeer groot is. Dus het drukverschil tussen dit en dit punt zal natuurlijk heel klein zijn. Dus daardoor kan je gewoon heel simpel dat kwikniveau aflezen. En dan weet je wat de buitenluchtdruk is. Goed, hoe gaat die drukmeting dan heel erg vaak? Dat doen we door verschillende type drukmeters. Hier heb je een aantal. En hoe werken die dingen nu precies? Ik ga even een inzoomen op dit onderdeel. Je hebt aan de buitenkant heb je de buitenluchtdruk. Even kijken. En je hebt een afgesloten kamer. Afgesloten kamer. In die afgesloten kamer, daar zit een heel klein membraampje. Ja? Dus die buitenkant, die kan niet vervormen door het verschil van luchtdruk hier en luchtdruk hier. Want het is een afgesloten kamer, dus je hebt een verschillende druk. Maar die druk aan de binnenkant, de hoeveelheid gasmoleculen, die zijn constant. Het is een afgesloten kamer. Dus als dan de luchtdruk buiten varieert, dan zal de druk aan de ene kant van het membraam, die zal groter zijn als aan de andere kant, dus dat membraam gaat verplaatsen. Die lucht hier binnen wordt samengedrukt en zal dus harder terug gaan drukken. En vervolgens komt dat membraampje komt op een bepaalde locatie in balans. Oh. Die komt in balans. En aan het membraampje zit dan een veertje vast en daar zit een wijzertje aan vast. En vervolgens, door die verplaatsing van het membraampje, kan je het verschil tussen de buitenluchtdruk en de absolute of relatieve druk aflezen. Nou, dat is eigenlijk het werkingsprincipe van de meeste drukmeters. En het is een stuk milieuvriendelijker dan zo'n U-buis manometer, omdat je geen kwik nodig hebt. Goed. En er zijn natuurlijk tegenwoordig ook heel veel digitale drukmeters. Maar die hebben precies hetzelfde werkingsprincipe. Goed, belangrijk aan dit college. De vergelijking van Bernoulli. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van dit college. Dat is een energiebalans waarbij je de energie in één punt van het systeem gaat vergelijken met de energie in een ander punt van het systeem. Die komt voor uit de wet van Bernoulli en die zegt in woorden: bij stationaire wrijvingsloze vloeistof en onsamendrukbare stroming is de som van de statische en dynamische druk constant bij een gelijkblijvende hoogte. Zo heeft meneer Bernoulli dat ooit geformuleerd tussen 1700 en 1782. Wij zijn met z'n allen wiskundigen, dus we kunnen natuurlijk veel beter naar de vergelijking kijken. En dit is dan de vergelijking van Bernoulli. De wet van Bernoulli is, zoals ik heb gezegd, een energiebalans. Het is een wet van behoud van energie. Want we zijn er als mensen nog steeds niet achter gekomen hoe je energie kan maken uit het niets. Dat is de grote vraag, de grote hamvraag van het universum. En binnen het vakgebied waar wij alle later gaan werken, zullen we ons daarmee ook niet bezig hoeven houden. Dus we kunnen gewoon heel simpel zeggen, we weten dat de energie in de ene punt van het systeem altijd gelijk is aan de energie in het andere punt in het systeem. Het enige wat er wel kan gebeuren is dat de energievorm van het ene type naar het andere type over kan vloeien. Goed, en hoe zit dat dan precies? Ik heb hier die energiebalans. Daar hebben we drie termen. En de eerste term is de statische druk. Dat is de druk op een bepaald meetpunt zoals je die bijvoorbeeld met een U-manometer zou kunnen meten. Die is in newton per vierkante meter, oftewel pascal. Ja, die newton die kunnen we natuurlijk omschrijven en daarmee veranderen in onze berekening, in de basiseenheden. En dan krijgen we een eenheid van statische druk in kilogram per meter seconde kwadraat. Nou, oké. Dat is dus de energie als gevolg van de interne druk in het systeem.
Daarnaast hebben we ook nog de energie als gevolg van de hoogte. Want er zit veel meer energie in een emmer water die boven op een flatgebouw staat, dan dat er een emmer water die op de grond staat. Je hebt heel veel energie nodig om ten eerste die emmer water vanaf het grondniveau naar de bovenkant van het flatgebouw te tillen. En daarin voeg je potentiële energie toe. En die potentiële energie die kan je vrijmaken als je die emmer van het flatgebouw afschopt en kijkt wat er gebeurt. Dan zal die emmer zal naar beneden vallen en is dus in beweging. Waar komt die energie vandaan van het vallen? Die komt uit die hoogte-energie waarmee die is opgeladen. Nou, oké. Dit is dus de tweede term, dat is de hydrostatische druk of hoogtedruk. Hoe hoger een vloeistof is, hoe meer energie erin zal zijn. Daarnaast hebben we ook nog een energieterm in de vorm van snelheid. Hoe sneller een vloeistof beweegt, hoe meer energie daarin zit. En dat is de dynamische druk. Dynamica heeft daar natuurlijk te maken met beweging. En beweging is snelheid. Nou, om die zooi bij elkaar op te kunnen tellen, moeten ze natuurlijk wel dezelfde eenheid hebben. We kwamen net aan bij de statische druk in kilogram per meter per seconde kwadraat. Die hydrostatische druk die is, even kijken, rho maal g maal h, kilogram per kuub, vermenigvuldigd met meter per seconde kwadraat, vermenigvuldigd met meter, is gelijk aan kilogram per meter seconde kwadraat. En ja hoor, dan hebben we dezelfde eenheid. Ditzelfde grapje kunnen we uitvoeren voor die dynamische druk. Let op, die snelheid in meter per seconde staat in het kwadraat. Dus de eenheid van die snelheid moet ook in het kwadraat terechtkomen. En dan komen we weer uit op kilogram per meter seconde kwadraat. Nou, oké. Nou heb ik gezegd dat het een energiebalans is. Dus blijkbaar moet de eenheid aan de beide kanten van de vergelijking in eenheden van energie staan beschreven. Wat is energie? De eenheid van energie is natuurlijk joule. Nou, joule kunnen we omschrijven naar 1 joule is gelijk aan 1 newtonmeter. Dat is impuls. En vervolgens kunnen we die newton nog omschrijven naar kilogram meter per seconde kwadraat. En komen we uit op kilogram meter per seconde kwadraat maal meter tot de derde. En wat zien we nu? Die komt niet overeen met deze eenheid. Wat je natuurlijk ziet, is dat je met Bernoulli de energie in een locatie aan het meten bent. Maar die locatie die moet ook afmetingen hebben. Want als jij in een punt gaat meten, zoals we eerder hebben gedaan, daar is geen energie in. Want een punt is oneindig klein, dus er kan geen energie in zijn. Dus eigenlijk moeten we iedere meeteenheid in ieder punt moeten we met een bepaalde eenheid gaan doen, dus bijvoorbeeld een kopje water, en die is in ieder punt gelijk. En daardoor zie je dus overal in die vergelijking, moet je eigenlijk iedere term met een volume-eenheid vermenigvuldigen om op die energiebalans te komen. Maar omdat die term overal staat, kunnen we die gewoon wegdelen. Nou, dit is natuurlijk alleen maar waar als die vloeistof niet samendrukbaar is. En dat is ook een van de beperkingen van Bernoulli. Als de vloeistof niet samendrukbaar is, dan hebben we een constante dichtheid en dan kunnen we Bernoulli uitvoeren. Goed, even om nog een keer die theorie van Bernoulli te herhalen van een andere docent in het kort, omdat dit echt het allerbelangrijkste onderdeel is van dit college. Je gaat het nog vaak gebruiken. Heb ik ook even een kort filmpje dat ik met jullie wil delen, waar dit nogmaals wordt uitgelegd. Bernoulli's principle. The flow of a fluid is streamlined. If every particle of the fluid flows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity as that of its preceding particle. Consider a fluid moves through a tube of area of cross-section A1 and A2 respectively. The volume of water entering A1 per second and the volume of water leaving A2 per second. Therefore,
mass of liquid entering per second at A1 and mass of liquid leaving per second at A2. Assuming there is no loss of fluid in tube, that each for ideal fluid therefore or AV equals constant. This is the equation of continuity. When fluid flowing through a section of pipe with one end having a smaller cross-sectional area than the pipe at the other end, the velocity of the fluid in the constricted end must be greater than the velocity at the larger end. Bernoulli's equation applies conservation of energy to formalize this observation. Consider a tube AB of varying cross-section A1 and A2 and at different heights H1 and H2. Liquid is flowing from A to B. B1 is greater than P2. Here, A1 is greater than A2, so V1 is less than V2. The force on the liquid at A and at B. Now, the work done per second on the liquid at section A and at section B. V1 equals V2 equals V. Equation of continuity. Net work done equals P1V minus P2V. The net work done per second is equals increases the potential energy and kinetic energy per second from A to B. According to law of conservation of energy, goed, ik hoop dat met het filmpje het begrip van de vergelijking van Bernoulli nog duidelijker is geworden. Wat is nu aan de hand in die vergelijking van Bernoulli? Dat wordt weergegeven in druk of in energie. Ja? Pascal. Nou, we zagen net dat op atmosferische druk hebben wij 1 bar. En 1 bar is 10 tot de 5e Pascal. Nou, dat is natuurlijk in de volksmond niet zo lekker om er op die manier over te praten. Dus in de installatietechniek schrijft men heel vaak die vergelijking om, zodat hij die vergelijking beschrijft als functie van de hoogte. En wat doe je dan? Je deelt die hele vergelijking door rho maal g. En dan kan je praten over druk, hoogte. Ja? Meters, dat is veel makkelijker. Wat is de energie in je systeem? 5 meter. Dat is veel makkelijker als zoveel pascal. Nou, oké, en dan pakken we dus die vergelijking van Bernoulli, delen we de rho maal g en dan komen we hierop uit. Dat is een veel makkelijkere manier om inzicht te krijgen in de energie in het systeem. Nou, oké, dit hebben we net al eventjes bekeken. We hebben hier weer zo'n pijpstroom. En we gaan nu eens even onderzoeken wat hier gebeurt. We wisten dat door de behoud van energie, de energie overal aan het systeem gelijk is. Dus het verschil in energie, delta energie, is nul. Maar binnen die leiding zal het wel mogelijk zijn om van energie te verschillen. Goed, we gaan het eens even onderzoeken. We hebben een bepaalde energiehoeveelheid die erin stroomt. Dat is bijvoorbeeld dit. Dat is afhankelijk van de hoogte, van de atmosferische druk en van de snelheid waarmee het stroomt. Goed, dan gaan we kijken. Van punt 1 gaan we naar punt 2. Wat zien we? We zien dat de diameter die wordt kleiner. Dus wat weten we? Behoud van massa, dus de stroomsnelheid die gaat omhoog. Dat zien we hier. We hebben hier de energie als gevolg van de snelheid, de dynamische druk. En die energie die gaat lineair omhoog en die wordt groter. Goed, het hoogteverschil tussen punt 1 en punt 2 is gelijk. Verandert niet. Dus dat zien we. We gaan naar die term kijken van dat hoogteverschil en die energie.
die blijft gelijk. Wat verandert er wel? Die energie moet ergens vandaan komen, dus inderdaad, de druk die zal gaan veranderen en die moet omlaag gaan om de totale energie in het systeem constant te houden. Goed, dan gaan we nu eens even kijken van punt 2 naar punt 3. Wat zien we daar? De diameter van de buis die blijft hetzelfde. Dus de stroomsnelheid zal hetzelfde blijven om aan de massabalans te voldoen. Maar we gaan omhoog, dus we weten dat er meer potentiale energie in het systeem terechtkomt. Dus dat moet ergens vandaan komen. Dit gaat omhoog. Waar komt het vandaan? Dit blijft constant, dus die druk die zal omlaag gaan. En dit kunnen we dus allemaal uit die Bernoulli-vergelijking afleiden. Goed, dan hebben we daarna nog een vereenvoudiging. Afsluitende aan de theorie van dit college. En dat is de theorema van Torricelli. Stel, wij hebben een hele grote tank. Nou, dit klinkt Italiaans. Dus laten we maar een tank olijfolie nemen. Die tank olijfolie, daar zit aan de bovenkant een ventilatiegaatje. En wat weten we dus? Bovenaan de vloeistof zal de druk gelijk zijn aan de atmosferische druk. Ja? Goed, vervolgens heeft iemand net een pizza uit de vriezer gehaald, keihard, en heeft die tegen die tank aangegooid. En er komt een gat in die tank, waardoor dus de olijfolie eruit aan het stromen is. Nou, nu kan je de druk aan de buitenkant van die olijfoliestroom kan je gaan meten. Maar op die overgang tussen de olijfolie en de buitendruk, ja, dan moet de druk in de stroom natuurlijk gelijk zijn aan de atmosferische druk. Lijkt me logisch, want je gaat één stapje staan in de vloeistof, heb je de vloeistofdruk, je gaat een heel klein stapje opzij en dan zit je in de buitenluchtdruk. En tussen zo'n heel klein stapje kan je natuurlijk niet een gigantisch drukverschil hebben, dus het drukverschil aan de buitenkant van deze leiding, die is gelijk aan de atmosferische druk. Goed, oké, okay. Dus wat weten we daarbij? We weten dat de druk in punt 1 en de druk in punt 2, die is gelijk. Dus het verschil ertussen is 0. Dus je kan, als je de linkerkant van Bernoulli pakt en de rechterkant van Bernoulli pakt, dan kan je die natuurlijk tegen elkaar wegdelen. Dus deze kan je wegdelen tegen deze. Die zijn even groot. Goed, vervolgens gaan we eens even kijken naar de hoogte. En we pakken daarvoor een bepaald punt in de hoogte en dan gaan we meten. Dat is 0. Dit stellen we als 0. Goed, vervolgens gaan wij omlaag in de vloeistof. Dus wat weten we? De druk die zal dus wel hoger zijn. Dus we weten dat H2 die is lager dan H1. We gaan omlaag. En we weten dus dat de hoogte gaat voor een verschil in energie, interne energie zorgt. Sorry, ik maakte even een verspreking over de druk, want de druk is natuurlijk constant in dat punt 2. Goed, oké. Okay. De hoogte in punt 1 is 0, de hoogte in punt 2 is niet 0. En vervolgens gaan we kijken naar de snelheid van de vloeistof. Het vat is gigantisch groot. Er zit aan de onderkant een klein gaatje. Denk ook aan je badkuip. Als jij de stekker, de dop uit je badkuip trekt, dan zal het waterniveau heel langzaam gaan zakken, terwijl de uitstroomsnelheid heel erg snel is. Dus wat kan je zeggen? Omdat de uitstroomsnelheid veel groter is dan de snelheid aan het waterniveau, nemen we aan dat het waterniveau ongeveer 0 is. Want die gaat heel langzaam zakken. Dus blijkbaar zeggen we ook dat die snelheid in punt 1, die is 0. Dus we kunnen die snelheid wegkrassen. We konden net al zeggen dat die hoogte in punt 1, die konden we ook wegkrassen. En dan houden wij dit deel van de vergelijking over. Dus blijkbaar wordt de hoogte-energie omgezet in snelheid-energie. En kan je dus op die manier als functie van de hoogte van het waterreservoir berekenen wat de uitstroomsnelheid is. Je kan dit omschrijven en dan kom je op deze vergelijking terecht. V is gelijk aan 2 maal G maal H. Dus die snelheid is alleen maar een functie van de hoogte van het reservoir ten opzichte van de opening van de tank. En dat noemen wij het theorema van Torricelli. En dat ga je heel erg vaak toepassen tijdens dit college ook.
En wat is daarvoor de voorwaarde? Het reservoir moet heel erg groot zijn ten opzichte van dat gat. En hoe beschrijven we dat? Dat beschrijven we altijd zo. Bijvoorbeeld, A1 is veel groter dan A2, dus de snelheid in punt 2 is gelijk aan 2 maal g maal h in de wortel. Dan toon je dat aan. Oh. Ja? Goed. Afsluitende, altijd natuurlijk even een sommetje. We hebben hier het volgende systeem. En daarbij wordt het volgende verhaaltje verteld. In deze constructie wordt de stroom door de pijp bepaald door de luchtdruk in de tank. Oh, dus blijkbaar in vergelijking tot de vorige som. Hier was een opening in de tank. Hier is geen opening in de tank. Dus het theorema van Torricelli gaat niet op. Dat is alleen maar als hier atmosferische druk heerst. Bij een gesloten tank heerst er geen atmosferische druk. Goed, oké. Welke overdruk in P1, dus in punt 1, is nodig om water van 20 graden Celsius met een dichtheid van 998 kilo per kuub en een viscositeit van 0,001 kilogram per meter seconde door een weerstandsloze pijp te laten stromen met een volumedebiet van 60 kuub per uur. Ja, dus wat moet de druk zijn in de tank om een volumedebiet van 60 kuub per uur op gang te krijgen? Probeer dat eens zelf en dan gaan we zo samen naar de uitwerking. Goed, laten we eens eventjes gaan kijken naar de uitwerking van de som. Zulke soort sommen doe ik altijd in meerdere stappen oplossen. Dat komt een beetje overeen met de stappen die ik bij statica gebruik. De eerste stap is dan informatie verzamelen. Nou. Zo, en wat ga ik dan in de eerste stap doen? Ik weet dat ik hier te maken heb in ieder geval met Bernoulli. En wat weten we van Bernoulli? Daar hebben we P1 plus rho maal g maal H1 plus een half maal rho maal V1 kwadraat is gelijk aan P2 plus rho maal g maal H2 plus een half maal rho V2 in het kwadraat. Nou, oké. Wat weet ik ook? Continuïteit. Volgens mij is dat met twee puntjes. En wat weet je daaruit? Dat je massabalans in punt 1 is gelijk aan je massastroom in punt 2. Maar wat natuurlijk wel waar is, is ik zie dat A1 is veel groter dan A2... En wat kan ik daaruit afleiden? Dat V1 is veel kleiner als V2. Oftewel, V1 is ongeveer 0 meter per seconde. Ja? Dus dat is even belangrijk. Kom je hier niet direct uit, vul het even zelf in en dan kom je daar vanzelf uit. Oké, nu gaan we even kijken, wat is er dan allemaal vooraf bekend? We gaan even kijken naar punt 1. En we weten dat hoogte 1... is gelijk aan 0 meter. We weten dat de dichtheid verandert niet. Die is niet gegeven. Maar die is in ieder geval constant. Daarnaast weten we dat de druk in punt 2 is gelijk aan 0. Als we relatief gaan rekenen. Dus 0 pascal. We weten dat de snelheid in punt 1 is gelijk aan 0 meter per seconde. Dat kwam daaruit. En daarnaast weten we ook nog, we hebben een diameter gekregen van een pijp. Diameter 2 is gelijk aan 0,05 meter. En wat is nog meer gegeven? Ons volumedebiet is gelijk aan 60, even kijken, kuub per uur. Nou, dit kunnen we omschrijven, want we willen het liefst in secondes werken. Want we beschrijven snelheden ook in meter per seconde. Dus blijkbaar wil ik kuub per seconde weten. Nou, per uur hebben we 60 minuten en per minuut hebben we 60 seconden. Dus we delen dit gebeuren door 3600 en dan komen we uit op 1/60ste kuub per seconde. Ja, 60 gedeeld door 3600 is 1/60ste. Goed, oké.
En wat ga ik vervolgens doen? Ik ga een schets maken van het systeem. Dat is deze. Want ik vind een schets altijd heel handig. Dan kan ik alle nutteloze informatie kan ik eruit halen. Dus dit is de buitenkant van het systeem. Dan gaan we nu eens even kijken naar... we hebben hier een bepaald waterniveau. En hier komt allemaal water eruit. Oké, we hebben een aantal punten. We hebben punt 1. En we hebben punt 2. En wat wist ik? Punt 2 was dus aan de buitenkant van een leiding. Dus daar is atmosferische druk. En ik weet dat punt 1, die zet ik nu neer op het wateroppervlak. Want het drukverschil tussen hier en hier is natuurlijk heel erg weinig. Dus we nemen aan dat die ongeveer even groot is. Let nu wel op, ik zie dat deze tank afgesloten is. Dus ik weet niet wat de druk daar is. Ik ben juist geïnteresseerd in de druk op die locatie. Goed, en wat is er vervolgens nog gegeven? Er is gegeven een diameter en een bepaald volumedebiet. Nou, en wat weet ik nog meer? Ik weet dat we te maken hebben met een hoogteverschil. En voor dat hoogteverschil pak ik alleen het verschil tussen het waterniveau en tussen de uitgang van de pijp. Want wat weet ik namelijk? Als ik door dat systeem ga bewegen, dan zie ik dat hier heb je bepaalde energie. Dan ga je hier een verschil krijgen in die energie, maar de som van de energie is nog steeds gelijk. Dan ga je opzij, dan blijft je energie constant en dan ga je weer naar boven. En op dit punt is de energie gelijk. Dus hier is de energie gelijk aan hier en ook de verhouding tussen die energieën is gelijk. Goed, en wat er dan wel veranderlijk is, dan gaan we van dit punt naar dit punt, want hier hebben we te maken met atmosferische druk. Dus wat kan ik zeggen? Door dat paradox van Pascal, waar we het over hebben gehad aan het begin van de les, weet ik dat hier de druk gelijk is aan hier de druk. En daardoor kan ik zeggen van oké, ik ga alleen een balans opstellen tussen dit punt en dit punt. En daarmee hebben we te maken met een hoogteverschil van delta H. En dat is het verschil tussen die twee punten. En die noem ik 80-10, dus dat is H2 is 70 meter, als ik H1 is 0 meter neem. En dat had ik, even kijken, hier ook gedaan. Ja? Goed, oké. Nu gaan we de som eens eventjes uitschrijven en dan gaan we Bernoulli invullen. Ik zal even een kopie maken hiervan. En dan maken we even dit blad wat leeg en dan gaan we het invullen. Oké, we gaan eens even aan stap 3 beginnen en dan gaan we Bernoulli invullen. Dus we gaan eerst eens even invullen wat er allemaal wegviel. Nou, we zagen dat de hoogte in punt 1, die namen wij als 0. Dus deze term valt weg als we H1 is 0 invullen. Vervolgens wisten we ook dat in punt 1 was die snelheid heel erg klein. Dus bijna 0. Dus deze snelheid die valt ook weg. Nu weten we, die druk P1, daarnaar zijn we op zoek. Die hoogte H2, die hadden we net hier gevonden. Die druk P2, die namen wij als de relatieve druk. Dus ten opzichte van atmosferische druk is het drukverschil in punt 2 0. Want er is ook 1 bar, maar 1 bar is absoluut. En wij nemen onze druk als relatief. Dus daarbij valt deze ook weg. Dan vullen we de relatieve druk in. Vervolgens houden wij over dat hoogteverschil H2. Die wisten wij al. En die snelheid in punt 2, die weten we ook niet. Dus ik zie dat ik in deze vergelijking 1... twee onbekenden heb. Dit zijn mijn onbekenden. En vervolgens is deze is bekend. Dus blauw is onbekend. Twee onbekenden, één vergelijking. Ik kan dit nog niet oplossen. Dus ik moet een andere vergelijking gaan introduceren. En welke vergelijking is dat dan? Dat is natuurlijk onze vergelijking van behoud van massa. Goed, en wat wisten we daarin? We wisten in dat punt het debiet. We wisten dat de debiet in punt 2, die was 1/60ste kuub per seconde, is gelijk aan de oppervlakte in dat punt maal de snelheid in dat punt. Oftewel, de snelheid in dat punt is gelijk aan het volumedebiet dat gegeven is, gedeeld door de oppervlakte. En die wisten we ook. Dus nu kunnen we dit alles gaan invullen. En dan geloof ik dat we uitkomen op een snelheid van 8,5 meter per seconde.
Als we dit alles gaan invullen, dus nu is onze V2, die is ook bekend. Zo, en nu zien we dat onze enige overblijvende onbekende P1 is. Dus we kunnen dit gewoon gaan invullen. En wat krijgen we dan? P1 is gelijk aan rho maal g maal H2. En die H2 was 70 meter. Vervolgens hebben we nog een tweede term over. En die tweede term was een half maal rho maal V2 in het kwadraat. Nu weten wij alles wat we moeten gaan invullen. Rho is bekend, dichtheid van water. G is bekend, H2 is bekend. Rho van water is nog steeds bekend. Die V2 die was bekend, die hadden we hier uitgerekend. Dus we kunnen dit alle gaan invullen. En dan krijgen we een druk van 7,2 bar eruit. En daarmee hebben we de oplossing van deze som. En let op, dat is 7,2 bar bovenop de atmosferische druk. Ja? En als wij de druk in die tank hebben ten opzichte van de absolute druk, dus de druk in de ruimte, dan zitten we natuurlijk op 8,2 bar. Ja? Want dan tellen we de atmosferische druk er nog bij op. Goed, dat was het voor dit college. Dankjewel voor je aandacht.